Ja, ik ben Henk-Jan Soede. Ik ben melkveehouder op dit boerenbedrijf, melkveebedrijf in Loenen aan de Vecht. Ik ben voorzitter van het collectief Rijnvecht en Venen. En met dat agrarisch collectief zijn we Polderkennis op Peil gestart. We zijn daarmee gestart omdat we vanuit de weidevogelsamenwerking heel veel met polders aan het praten waren. Toen hebben we bedacht van op waterkwaliteitgebied en waterkwantiteitgebied zouden we ook wel met diezelfde boeren aan tafel kunnen om een doel te halen. Nou, de doelen liggen heel duidelijk in de kaderrichtlijn water en komen van de waterschappen. En op die manier zijn we gestart. We zijn in een aantal polders in Utrecht-West bij elkaar gekomen met een groep boeren. En die boeren hebben allemaal diverse onderwerpen aangepakt. In mijn polder zijn we vooral gestart met het problematiek rond de kwel. Maar andere polders is juist de bemesting en kringloop, de efficiëntie daarvan op tafel gekomen. En ja, het zijn mooie samenwerkingen. De boeren leren van elkaar of horen van elkaar. Het gaat ook over allerlei andere dingen als je aan tafel zit. En de waterschappers zitten erbij en die leren vooral van de boerenpraktijk. Zodat de waterschap meer begrip krijgen van hoe boeren werken. Maar andersom werkt het ook. Boeren iets meer begrip voor de waterschappers.